How about now? I got your dollar and I'm about to lose my shit. And it's too late for sorry. Your excuses make me sick. Listen up, I tried to warn you. You refuse to believe it. How about now? Hi peeps, welkom terug bij een nieuwe vlog van Hello August. En ik ben hier met Annika en Pressie. Zeg eens hallo. Hi. En Rachel is weer iets verlaat. En dat is geen nieuws voor jullie, denk ik. Maar we zijn nu voor het gebouw waar Wild FM in zit. Is het trouwens waar Wild FM in zit? Of is het gewoon het hele gebouw Wild FM? Nee, volgens mij is het gewoon een gedeelte. Oké. Okay. Daar gaan we nu naartoe, want we gaan naar de radio. Yay! De tweede radiostation waar we naartoe gaan. En dan gaan we daar ons nummer live zingen. En we hebben er super, super, super veel zin in. Dus ik ga zo meteen weer verder filmen als Rachel er is. Want anders is het weer me, myself and I. See jullie zo. It's just me, myself and I. Solo ride until I die. Well, hello my baby! Ik moet nog wel eventjes lippenstiftje opdoen hoor. Tegen God, Jezus Christus. Wow, fam, hear the radio. Ik weet hoe kut het is. Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb afgelopen week mijn hand in mijn vinger gesneden met een kaasschaaf. You pancake. Kijk, kan je het zien? Pancake. What? Hoi jongens. Wow. Dit is helemaal niet handig. You don't. Sommige camera's hebben dat, hè? Die hebben niet zo'n... Volgens mij was je hand op de op de... Oh! Ah, nee, dat ik zelf. Oh, ik dacht dat ik het was. Kom. Kom. Hi. Hi. Kom verder. Hi, goedemiddag. Hi, Laura. Hi, Michiel. Nou, welkom. Sorry, we vloggen. Ik ben niet meer. Nee, lekker vloggen. Hi, Laura. Hi, Rachel. Stevige handgrepen, Nick. Goed, hè? Zo! Ik dacht dat zo. Hallo, Rachel. Sorry. Hoi, Tessa. Hi, Laura. Hi. Annika. Hoi, Tessa. Weet je wat ik heel irritant vind als jij vlogt? Ja, doe het. Ja. Je gaat het nog doen. Sorry. Hello, August. Wow, one take it. Grapje, dat was al 10 keer. Yes. Hello, August. We gaan niet 1 keer zo doen. Hello, August. Ja, het gaat inderdaad lekker. Hey, Roman Chick, we draaien hem helemaal suf, maar wat klinkt die gaaf zeg. Dankjewel. Hey, toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik aan een of andere internationale meidengroep of zo die erachter zat. Maar toen las ik in een keer, ja, Rachel en Laura. Gewoon uit onze koude kikkerlijn. Gewoon lekker Nederland. Ja, dan klinkt het alsof het een soort teleurstelling was, maar ik was gewoon trots. Ik denk, ja, die Nederlandse meiden die kunnen dit gewoon. Dankjewel. Ja, het is zo leuk om te horen, want... Ja, je bent niet de eerste die dat zegt. Nee. We waren ook. Waar komen dan? Dan zeggen ze: oh ja, dat had eigenlijk niet verwacht dat jullie in Nederland waren. Totdat jullie. Ja, heel praten. Ja, dus dat is super leuk. Zometeen doen jullie hem ook live, hè? Wrong Chick. Yes, excited! And it's too late for sorry, your excuses make me sick. Listen up, I tried to warn you, you refuse to believe it. How about now? I got your dollar and I'm about to lose my shit. Hey. I should go hide out right now. You find out you just fucked with the wrong chick. You just fucked with the wrong chick. Fucked with the wrong chick. Hello August, live wrong chick. Hey meiden, alleen maar positieve reacties, ook via de WhatsApp, wat ik alleen maar zie. Woo!
Ton die zegt, jeetje, ik wist niet dat ze uit Nederland kwamen. Super tof en ook zo goed live. Heel veel feestjes van ons. En Esme die zegt, wat zijn ze on fire, zeg live. Hartstikke lekker. Oké. I'm a fireball. Hey, en jullie zijn onwijs actief op social media. Instagram, Facebook, vlogs op YouTube. Ja. Hoeveel zien we nou eigenlijk van jullie leven? Nou, echt alles. Echt heel veel. Ja. Like, nou, alleen niet als we naar de wc moeten. Ja, dat is het enige wat je dan gewoon niet ziet. Maar voor de rest vloggen echt alles of maken foto's, overal waar we komen, alles wat we doen. Zelfs als ik bijvoorbeeld net uit bed kom en dan Laura gewoon met die camera op mijn hoofd en andersom. Dat is geen enkel moment van de dag gaat ongefilmd voorbij. Nou, bijna een miljoen streams nu op Spotify, dus dat is echt bizar. Ja, echt heel tof. En we stonden in de CS Spotify list. Ja, ja, dat heb ik dus gezien. Ja, bizar. Mijn mind explode gewoon toen ik dat zag. Ik heb de Mouth Carve Challenge. Kennen jullie die? Nee, ja. Huh? Oh, jawel. Ken je die niet? Nee. Wat? Die spel zeg je dan ja. Wat? Ken je dit spel niet? Nee. Oh, ik ken hem wel, zei ik. Ik ga het laten zien. Ik heb hier een beetje. Die probeer je in mond te doen. Dat vond ik al een hele sport op zich. En we maken er de Singing Edition van. Dus jullie krijgen zo meteen een kaartje met allebei drie nummers die jullie mogen raden. Degene die de meeste goed heeft. Ik hoop dan dat er een winnaar uitkomt. Die krijgt een heel leuk prijsje en natuurlijk de eeuwige roep. Wacht, moeten we van elkaar? Dan weet ik. Nou, ik hou er even zo. Oké. Goed, ik ga er eentje doen. Okay. En jullie mogen raden welke het is. Wacht, ik ken het wel. Nog een keer. Ja, doe nog een keer. Oh, wauw, wat? Ik ga maar meneer Van Wolf. Kijk, wow. En it all goes da-da-da-da. Weet je het, Laura? Ik weet het niet, maar ik weet gewoon, Je past hem? Ja, man. Alan Walker, Noah Stark, dus het zusje van Opelka. Oh, dat was gewoon mijn fout. Dat was gewoon wel mijn fout. Ik ben nou heel slecht in de gezinnen. Oh, Dua Lipa. Goed zo. Ik weet het. Ja, weet ik. Ik ben zo slecht in nummers. Gewoon raden. Ik ben er echt zo slecht in. Dus ik heb hem wel goed gezongen. Ja, dat vond ik wel. Maar ja. Oh, blijf bij mij, ga niet weg. En daar zit het totaal nog even aan! Ik hou weer 1 punt voor Rachel. Ik krijg de prijs. Allereerst de eeuwige roem, dus bij deze ook even een applausje voor Rachel. Applaus.